In Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen is een gijzeling afgelopen. Sinds 8 uur vanmorgen stonden de speciale eenheden van de federale politie paraat om in te grijpen. Een familie Libanese asielzoekers met 2 kinderen van 3 en 1 jaar had zich verschanst in een huis en dreigde ermee zelfmoord te plegen. Het gezin krijgt geen politiek asiel en moet terug naar Libanon. Het is nog niet duidelijk hoe de gijzeling beëindigd is. De politie geeft straks meer uitleg op een persconferentie.